In 2023 werd door de gemeenteraad de Tichelkampweg in Borne aangewezen als eerste locatie voor tijdelijke sociale woningbouw. Wel bij ons zou 24 flexwoningen realiseren. Er waren mensen voor en tegen en Bornse mensen waren vooral benieuwd voor wie de woningen nou eigenlijk bestemd waren. En daarom nemen wij vandaag een kijkje bij de eerste kennismaking met de nieuwe bewoners. Soner van Wel bij ons, kun je eens vertellen wat hier achter jou allemaal gebeurt? Ja, je ziet eigenlijk een eerste meet and greet, om het zo maar te zeggen, tussen ja, de bewoners hier uit de buurt, maar ook de bewoners die hier komen te wonen. Dus die zien voor het eerst hun woning, of het nou een 1 slaapkamerappartement is of 2 slaapkamerappartement, maar het is wel een moment waar ze naar uit hebben gekeken, want nu heb je ook iets tastbaars. En kun jij vertellen wie hier komen wonen? We hebben 16 woningen gepubliceerd en we hebben ook expliciet gezegd dat jongeren uit Borne voorrang gaan krijgen. En eigenlijk zijn 100% van die 16 woningen naar jongeren uit Borne gegaan. Want we draaien dan een lijst uit, wie komen uit Borne. Ze leveren ook gegevens aan dat daadwerkelijk zo is. En als dat allemaal klopt en de documenten zijn in orde, dan wijzen we ze de woning toe. En zo is het ook eigenlijk gegaan. Maurice, gefeliciteerd met je woning. Dankjewel. Zou je mij eens kunnen vertellen hoe lang jij al op zoek bent naar een woning in Borne? Ik heb best wel geluk gehad, want ik heb mij nog niet zo heel lang geleden ingeschreven. En mijn zus zag dit toevallig en we zagen dit wel als een mogelijkheid voor mij om uit huis te gaan. Omdat ik wel studeer en ik ben inmiddels 24 jaar oud, dus het is dan wel fijn om een keer op mezelf te wonen. Maar ik heb wel geluk gehad met deze woning, dus daar ben ik ook super blij mee. Zo. En waren er nog andere mogelijkheden om zeg maar uit huis te gaan of is dit echt een once in a million kans, zeg maar? Het is eigenlijk wel een once in a million kans, want voor mij was studeren op campus in Enschede niet echt een optie. Dat is toch dan nog iets te duur. En er zijn ook niet zo heel veel andere plekken. Eigenlijk wil ik ook het liefst nog in Borne blijven, want ik woon nog dicht bij mijn familie. Dus dat vind ik ook super fijn. Het is eigenlijk een ideale plek voor mij, dus ik kan niet meer tevreden zijn, zeg maar. Nou, dankjewel en wij wensen je heel veel woonplezier hier. Ja, dat gaat zeker lukken, dankjewel. Er zijn in totaal 24 woningen. Waar zijn die andere 8 woningen naartoe gegaan? Ja. En die andere, eigenlijk de laatste 8 woningen, zijn naar statushouders gegaan. Maar dat was ook van tevoren afgesproken. Dus je hebt eigenlijk 16 woningen voor jongeren uit Borne en 8 woningen zijn gegaan naar statushouders. Mooijar, we staan hier voor jouw nieuwe huis. Hoe is dat voor jou om nu eindelijk denk ik een woning te hebben? Ja, gelukkig. Ja, mooi. Een mooie nieuw huis. Ja, eindelijk. Mooi. Want waar heb jij gewoond? Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Syrië. Ik heb hier in Azello. Maria Medetrix gewoond. Ja, bijna zo lang wachten. In 7 maanden wachten voor mijn huis. Ja, nu gelukkig. Ja, ik ben blij. Eefje, we staan hier in jouw nieuwe huis. Tenminste, wat jouw huis gaat worden. Hoe voel je je er nou bij? Ja, het is even wennen. Ik ben net als jullie nu net 2 minuten binnen. Dus het is wel gek dat het nu werkelijkheid is eigenlijk met wat je in je hoofd hebt en nog niet in het echt gezien. Wel vaak langs gefietst, maar nu sta je erin, dus dat is wel even wennen. Gek gevoel, maar leuk. Ja, heel leuk. En kun je eens vertellen wie jij bent en waarom je uiteindelijk voor deze woning hebt gekozen? Ik ben Eefje, ik ben 25 en ik woon al eigenlijk sinds dat ik 6 jaar ben hier in Borne. En ook al, zoals zoveel jonge mensen, zeg maar, al 2-3 jaar op zoek naar een eigen woonruimte. En ook al lang ingeschreven bij Wel bij ons. Nou ja, tot nu toe nog niet gelukt. En dit project kwam voorbij en ingeschreven. En nu staan we hier. Dus dat is allemaal goed gegaan. Ja. En je bent het geworden en je staat nu hier. Wat vind je van je woning, als je het zo ziet? Ja, mooi. Het is nieuw natuurlijk, dus dat is gaaf. En het is leuk dat er vanmiddag ook andere bewoners zijn. Dat je een beetje ziet van, goh, wie komen er nou hier nog meer te wonen? En ik ga zo meteen rondkijken, dus ik ben benieuwd. Ja, we gaan graag even met jou kijken en we wensen jou heel veel woonplezier hier. Dankjewel.